Het lerarentekort in het basisonderwijs in Almere neemt alarmerende vormen aan. Het rapport De Staat van het Onderwijs ging er in 2019 nog vanuit dat er over een jaar 96 voltijdsbanen onvervuld zouden blijven. 8% ongeveer. Maar het is nu opgelopen tot bijna 240 onvervulde vacatures. En dat is een tekort van 20%. Onderwijsdeskundigen verwachten dat het tekort de komende jaren alleen maar toeneemt. Ja, intussen zit de politiek natuurlijk met de handen in het haar. Komende donderdag staat het onderwerp opnieuw op de agenda. De Almeerse oud-wethouder van onderwijs René Peters die voorspelt in 2017 al een concurrentieslag om de leraar. We praten met hem over de bijna onmogelijke taak om het lerarentekort het hoofd te bieden. Meneer Peters, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u reageerde via Twitter op een eerdere reportage van ons over het lerarentekort, waarin werd gezegd dat nieuwe schoolgebouwen misschien kunnen helpen. Nou, daar ligt niet de sleutel, om uw reactie even in het kort te vertalen. U zei het jarenlang verguizen van mensgerichte beroepen heeft zijn werk gedaan. Wat bedoelt u daar precies mee? Ja, daarmee. Ik heb even net naar woorden gezocht. Ik denk dat de ik-beroepen niet zo aantrekkelijk waren. Die waren aantrekkelijker dan de wij-beroepen. Oftewel, beroepen die heel erg mensgericht waren, die waren niet zo in trek. Het ging de laatste misschien 20, 30 jaar, dat heel langzaam. Vooral om beroepen waarbij je heel veel geld kon verdienen, mooie pakken kon dragen, mooie auto's kon rijden enzovoort. En de beroepen die vroeger enorm in aanzien stonden, zoals leerkracht, mensen in de zorg enzovoort. Ja, die worden zijn de laatste jaren een beetje met de nek aangekeken. Ja, hoe kan dat dan gebeurd zijn, behalve dan geld, status, die auto en een mobieltje van de zaak? Ja, dat is toch een maatschappelijke trend is dat. Hè? Dus dat is de manier waarop er naar dit type beroepen gekeken wordt. Ik las recent in het Parool, want het is echt al heel lang, dat bijvoorbeeld meneer Willem-Frederik Hermans, een beroemde schrijver, schreef dat hij jammer vond dat zijn vader toch niet verder was te komen dan een onderwijzersbaantje. En dat hij zelf alleen maar een onderwijzerszoontje was. Dat stond afgelopen zaterdag in het Parool. Oh. Dat soort uitspraken is niet heel erg bevorderlijk voor jonge mensen om dit vak te kiezen, terwijl het een echt prachtig vak is. En ik denk dat het beroep dat jullie hebben, journalisten, een hele belangrijke bijdrage kan leveren aan het aanzien van dit type beroep. Oké, okay, ja, want u zei ook geef professionals ruimte, dan komen ze wel. Hoe dan? Ja, het klinkt kritisch, maar wat je in de zorg ziet, zie je ook in het onderwijs, is dat mensen enorm gedwongen worden om precies te doen wat de overheid wil. Dus er wordt enorm veel getoetst. Er moet enorm veel verantwoordelijkheid worden afgelegd. Terwijl een leerkracht is een professional. En die heeft ruimte nodig, creativiteit nodig om zijn of haar vak uit te oefenen. En als je precies opgedragen krijgt van dit en dit moet je doen op dat en dat moment, dan is het vak minder leuk. Okay. En ik zou ook wel aandacht willen vragen voor het feit dat als je nu kijkt naar de leerkrachten, dan zijn er nog maar heel weinig mannelijke leerkrachten. Dat is echt heel bijzonder. Dat is echt een onderzoek waard. En misschien moeten we toch wel terug naar het idee dat we gaan opleiden voor het jonge kind, bijvoorbeeld van 0 tot 8 jaar, en gaan opleiden voor het oudere kind van bijvoorbeeld 8 tot 14 jaar. Ja, ja. Dat zal de aantrekkelijkheid van het beroep voor mannen misschien wat vergroten. Ja, omdat ze toch iets meer hebben met die oudere kinderen, bedoelt u dan? En geen billen willen afwegen. Ja, de kleuters. Ja, juist. Ja, en toen u wethouder was, werd er ook al gesproken, hè, over het lerarentekort in uw jaren. Is dat nog wel beperkt gebleven? Het loopt nu echt gierend uit de klauwen. Wie heeft nou zitten slapen? Ja, ik blijf toch bij dat. Het is niet zomaar iets wat opgelost kan worden door een gemeente of door een schoolbestuur of wat dan ook. Het gaat echt om het aanzien van het beroep in de maatschappij. Ik denk wel dat op verschillende plekken er veel gedaan kan worden. Als je kijkt, hè, zoals afgelopen donderdag gezegd werd,
mooie gebouwen. Ik denk dat dat zeker kan helpen. Hoewel ik niet denk dat iemand die nu op de HAVO of op het VWO zit, denkt van, oh, er worden mooie gebouwen neergezet, dus ik word leerkracht. Nee, dat denk ik ook niet. En bovendien staat dat gebouw er dan pas over een jaar of 8. Dus het schiet ook niet heel hard op. Precies, precies. Maar ik denk wel dat in ieder geval de schoolbesturen enorm kunnen inzetten op zogenaamde zij-instromers. Want het gaat om korte en lange termijn. Op de korte termijn zij-instromers stimuleren en heel goed begeleiden. Dat ze mensen die al een hbo of een academische opleiding hebben, binnen 2 jaar een opleiding geven waardoor ze voor de groep kunnen gaan staan. Sterker nog, ze mogen al meteen voor de groep staan onder begeleiding. Mm-hmm. En er is iets anders wat heel recent in Amsterdam was er veel ophef over het feit dat andere soorten professionals voor de groep stonden. Ik zou willen vergelijken met huisartsen. De laatste jaren is het zo dat de huisartsen ondersteund worden door praktijkondersteuners huisarts, POH. Ja. Dat zijn mensen met een hbo-opleiding. Hoe mooi zou het zijn als in de komende jaren de mensen die gewoon leerkrachtbevoegd zijn, vooral de instructie zouden geven. En mensen die andere opleidingen zouden hebben, zoals bijvoorbeeld mbo, maar ook academici die onderzoek kunnen doen, maar mbo'ers, zorgen voor de herhaling, voor andere onderdelen van het onderwijs. Ah, okay. Zodat je meer in teams kunt werken. Ja. En dat je dat pedagogische dan ook echt houdt bij de mensen die opleiding daarvoor hebben gevolgd. Nog één punt, meneer Peters, want u zei ook de journalistiek kan hier zeker een rol in hebben. Wat kunnen we doen dan? Nou ja, in algemene zin denk ik dat er heel erg veel aandacht is voor negatieve zaken. En het gaat helemaal niet om jullie, het gaat in algemene zin over de journalistiek. Ik denk dat het goed is om van tijd tot tijd ook te laten zien hoe mooi het beroep is van leerkracht. Als je ooit dicht bij mensen kunt komen en heel veel voor mensen kunt betekenen, dan is het wel via leerkracht in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs, maar ook mensen die in de kinderopvang werken. En het zou heel mooi zijn om daar eens reportages aan te wijden. Bijvoorbeeld voor oud-leerlingen, wat hun oude leerkracht heeft betekend voor hen. En of soms ook wel beslissend zijn geweest in keuzes die zij in hun leven hebben gemaakt. Zeker. Ik zit even mee te schrijven, als u het niet erg vindt. En nog één vraag, want donderdagavond praat de gemeenteraad er weer over. Heeft u nog een tip voor de raadsleden? Ik denk los van de rode draad van vooral positief over het onderwijs praten. Denk ik dat de raad wel vragen zou kunnen stellen over de opleidingen voor het jonge en het oudere kind. Die moeten ze dan vooral stellen aan het hbo hier. En ik zou in alle gevallen, maar dat kan niet alleen voor het onderwijs, ik zou in alle gevallen als gemeente ook echt zorgen voor meer woningen. Ik geloof dat er nu 50 woningen met voorrang worden geleverd. 150 zou prachtig zijn. Juist. En heeft u zelf niet de behoefte om weer de politiek in te gaan? Ik denk dat ik heb dit 8 jaar gedaan. Ik denk dat het nu aan anderen is om deze mooie taak te doen. Ik heb er wel van genoten, dat zeker. Goed zo. Zeg, dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Succes. René Peters was dat, de Almeerse oud-wethouder van onderwijs. En dan...